Welkom terug bij Twente on Tour. Ik ben een camper aan het maken. Ik heb een Mercedes Sprinter, een 316. Van bouwjaar 2012, met weinig kilometers op de klok. Nog geen 100.000 kilometer gelopen. Zoals je kunt zien, ik ben bezig met wanden zetten. Wanden is van 3,5 mm triplex. En ik heb de vloer al helemaal geïsoleerd. Ik gebruik gewoon de standaard vloer. Het is een perfecte vloer. En ik heb daar dus warmte, koude folie heb ik eronder gelegd. Op een hele vloer, dus dat ligt er mooi onder. De binnenruimte is 2 meter. Dus ik kan er net niet rechtop in staan. En de zijwanden, volledig. Zijkanten, dak, dat komt dus steenwol. Ik leg hier dus, heb ik dus al pijpen gelegd voor de bekabeling. Ik weet niet of ik het allemaal nodig ben. Maar het is altijd makkelijk als het erin zit. Als ik het niet nodig ben, doe ik een afwerkdopje op en komt er niks in. Dus dat is de dikte van, het hout van de wand. Hier komt een, toilet, komt hier te zitten. En die kant de koelkast. En dan wordt dit een bank. Het bed. Maar met een insparing erin. Hier komt een insparing in. Waar met een tafel omhoog. Dus kun je daar dus aan tafel zitten. Hier komt dus het aanrecht. Voor het koken. Ik ben de eerste eigenaar van deze bus. En ik heb hem dus ook nieuw gekocht. Zo. Dus de bank die gaat er nog uit. Die gaat eruit. Daar komt een, losse stoel voor in de plaats. Nou ja, en dan is dus de metalen wand. Deze hele metalen wand die gaat er ook uit. Dus dat ik gewoon van uit de cabine in de camper kan komen. Mijn laadvloer is 3,66 meter binnenwerks. Dus van hier tot daar. Er komt nog een groot zonnepaneel op het dak. 300 bp, 36 volt. Die heb ik hier nog. Een echte Siemens paneel. Dus echt een kwalitatief hoogwaardig paneel. Hier komt een klein dakraampje van 30 bij 30. En voor komt een dakraam van 40 bij 40. En dan past het zonnepaneel, die past er net tussen. Dus het zonnepaneel ligt dus volledig over het hele dak. Dit is een super goed merk. En er zijn dus AGM's. En die heb ik ook al in de boord gehad. En dan krijg je gewoon alles wat ik daarmee wil. Kan daar gewoon meer met deze batterij. Zo'n batterij kost ongeveer 400 euro per stuk. Ik ga dus trouwens wel werken op 24 volt. Want ik zet dan 2000 watt Samlex omvormer zet ik erachter. Ja, ik wil dus niet op 12 volt gaan werken, dus in de camper wordt 24 volt en er komt wel een systeem dus naar mijn accu toe, met mijn startaccu, dat ik die dus gewoon continu met 12 volt bij kan laden. En waarom 24 volt? Het is als je 24 volt gebruikt of naar hoger gaat in de spanning, dan wordt je amperage namelijk minder. Dus als je dus daar 2000 watt uit een 12 volt systeem trekt, dan heb je behoorlijk wat amperes. Dan ga je gauw naar de 200, 250 ampere. Ja, en dat wil ik dus niet. Ik gebruik dus 24 volt. En dan, als ik dan bij 2000 watt, dan zit ik misschien op 100 ampere. Dus wanneer gebruik je continu 2000 watt? Maar ik wil graag een beetje overcapaciteit en deze kan het gewoon. Deze twee accu's die kunnen dat gewoon aan. En ik zet er gewoon een shunt bij tussen, een 500 ampère of een 300 ampère shunt. Dat ik dus de uitgangsvermogen dus, kan monitoren wat gaat er gebeuren. Dit wordt het bed, het hele geheel. En dit wordt nog dicht, hier komt nog balken bij tussen. En daar komt een tafel, zoals je de andere kant laten zien. Dus dit is een slaapgedeelte plus een zitgedeelte. Zoals je het van de andere kant gezien.
Hier komt dus de elektronica, de accu's, die komen hier in het midden te staan. De zijkanten worden dichtgemaakt, het hoofd wordt helemaal dichtgemaakt. De vloer waar je de voeten op zet, dat is dus ook dicht dan. En de bedoeling is dus dat ik hier, maak hier een constructie, een stang, die ik in kan schuiven, waar dus het blad op komt van de tafel. Dus dat je dus aan tafel wil zitten, dat je gewoon aan kunt schuiven. Dus dat je dus onder bij je, bij de benen, dat het altijd vrij is, dus geen stang in het midden. En die kun je laten zakken en dan heb je een bed. Een stukje matras erbij opleggen en dan heb je een bed. Hier komt dus de koelkast. Ik heb een compressor koelkast, die zet ik dus aan deze kant. Hier komt dus het toiletgedeelte. Hier moet ik dus nog toilet maken. En aan deze kant, hier komt dus de keuken. Tot daar, ik heb die strip. Misschien hier of iets verder, dat weet ik nog niet. En dan wou ik dus achter of onder, hieronder, één grote la maken voor pannen, alles die je kunt schuiven. Eén schuifla erboven voor andere dingen, voor ja, wat je maar nodig hebt. Voor kruiden of dingetjes, eten, wat je even voor anders ook kwijt wilt. En dan hierboven twee losse laden voor bestek en nou ja. Hè. En dan hierboven, daar komt dus nog een kast. Tot ongeveer, die loopt gelijk met de keuken mee. En zo. Ik ga nog even weer verder. Als ik weer een nieuwtje heb, dan wil ik mee. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Doei doei.